Naast boeken, dvd's en luisterliteratuur kunnen er binnen een paar jaar ook vriezen geleend worden bij de bibliotheken in Friesland. De vestiging in Drachten komt met het idee om toeristen tijdens culturele hoofdstad 2018 de mogelijkheid te bieden real-life informatie te krijgen van autochtonen met de nodige kennis over de provincie. Zo kunnen vriezen met hun gasten een dag toch door de provincie maken, een museum of festival bezoeken of een dagje zeilen. Op die manier worden verbindingen gemaakt die prima aansluiten bij het gedachtegoed van Leeuwarden Friesland 2018. In 2018 willen wij Friezen gaan uitlenen aan de gasten die naar de culturele hoofdstad komen. Uh, een bibliotheek is eigenlijk ook voor de ontwikkeling van mensen en om kennis te delen. Die kennis zit niet alleen in boeken, maar die zit ook in heel veel Friezen. Want Friezen hebben verstand van hun omgeving. Ze weten iets van de natuur, iets van de cultuur, van de taal, van hun favoriete museum, noem maar op. En wij willen eigenlijk uh, zorgen dat de Friezen uh, gasten gaan ontvangen en dan die kennis gaan delen over onze provincie. Hoe gaan jullie dat uh, organiseren? Is er dan ook een rek met vriezen uh, hier in de bibliotheek waar uh, ja, je iemand kan uitkiezen? Of gaat het heel anders in zijn werk? Ja, dat zou wel heel erg leuk zijn, inderdaad. Maar nee, het gaat anders in zijn werk. We hebben een online platform. En uh, daar kunnen mensen zich inschrijven en kunnen ze aangeven wat ze weten en wat ze kunnen. En gasten kunnen zich ook inschrijven en op die manier wordt een match gemaakt. En het is heel breed inderdaad. Uh, hou je van de natuur? Dan vind je misschien iemand die met jou een, een fietstochtje wil doen door een natuurgebied. Uh, je leidt iemand rond in je favoriete museum, waar je misschien toevallig vrijwilliger bent. Uh, je hebt misschien een kopje koffie uh, met een gesprek over de Friese taal. Het, het kan echt heel breed zijn. Nu zijn die Vriezen er vast volop, maar nu moet je toch allemaal gaan organiseren? Uh, we hebben nog wel eventjes uh, tot 2018, maar hoe gaan jullie dat organiseren? Ja, dat klopt. Dat is heel ingewikkeld. We zijn nu aan het kijken hoe we dat platform kunnen gaan bouwen met technisch ontwerp bezig. Nou, dat is voor ons het meest ingewikkelde. Um, en daarnaast heb je natuurlijk heel veel marketing nodig. De gasten moeten ook weten dat het er is, net als de Friese. En daarbij wil culturele hoofdstad ons ondersteunen. Moet ik het zo zien dat het er straks dan uitziet. van, uh, Ja, ik heb, ik heb belangstelling voor natuur. Dat ik iemand kan zoeken dan uh, bijvoorbeeld in een database. Uh, die verstand heeft van de Friese natuur, uh, of cultuur of uh, gebouw. Noem maar op. Ja, en in eerste instantie zal dat contact dan digitaal zijn, bijvoorbeeld via de mail. En uh, mensen kunnen dan zelf een afspraak maken om elkaar in het echt te ontmoeten. Wat ik denk, dat is een heel leuk initiatief, maar wel heel veel georganiseerd lijkt mij. Ja, dat klopt. Het is een enorme klus. Um, daarom gaan we straks ook bij grote vrijwilligersorganisaties rond om te kijken van, Goh, willen jullie met ons meedenken uh, en wil je hier aan meewerken, zodat we het met z'n allen pakken. Het zijn ook alle bibliotheken in Friesland die eraan meedoen, dus het is een gezamenlijk project.